Ja, het fluitsignaal van Score een Boek is inmiddels gegaan. En wat was het weer een spannend jaar dit jaar. En we hebben ook goed nieuws voor jullie, want het mysterie van de vastgeplakte boeken is helemaal opgelost. En we gaan nu gauw kijken wie daar toch achter zat. Goedemiddag allemaal, welkom bij deze persconferentie. We hebben goed nieuws, want we hebben de dader gevonden. Het is Foxy. Hoe kan dat nou? Even geduld alsjeblieft. Foxy zal nu alle vragen beantwoorden. Waarom heb je dat gedaan, Foxy? Hij heeft het niet expres gedaan. Het was een ongelukje. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Foxy wilde graag beter leren voetballen en hij wilde alle informatie uit de voetbalboeken halen. Maar dat ging dus helemaal mis. Hij struikelde over het veld en alle boeken gingen in het rond. De boeken bleven toen aan de grond plakken en Foxy kreeg ze niet meer los. Heb je er spijt van, Foxy? Ja, heel veel. Het zal nooit meer gebeuren. Waarom heb je gewoon niet aan de spelers gevraagd om beter te voetballen? Ja, waarom eigenlijk niet, Foxy? Dat durfde hij niet. Foxy toch. Natuurlijk willen wij je helpen. Kom, we gaan lekker voetballen. Natuurlijk mogen jullie ook mee. Die Foxy toch. Gelukkig is het uiteindelijk allemaal goed gekomen. Dit was weer de laatste uitzending van het Score een Boekjournaal van dit jaar. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Misschien tot een volgende keer. En voor nu heel veel leesplezier. Tot ziens!